Yo, dip gasten, welkom bij een nieuwe aflevering van Poker FIFA. Vandaag is het zover, we gaan weer eens een gymleader uitdagen. Het stadje dat je helemaal onderin zag, daar zijn we een keer naartoe gereisd om ervoor te zorgen dat we dat stadje hadden unlocked. Toen kwamen we daar, toen was er een gym, wilden we openmaken, was op slot. Toen kwam Robbie ook nog eens naar ons toe en die zei, Raoul heeft geen zin, hij is dicht, de gymleader is er niet. Je moet er op een ander moment terugkomen. Nou ben ik in mijn vrije tijd daar eens heen gereisd. En uiteindelijk was hij daar, de gymleader. We gaan hem dus uitdagen, maar voordat we dat gaan doen. Zlatan Ibrahimovic heeft op dit moment 250 van de 1300 XP in level 8. 1 FIFA-bal over. Mogen we helaas niet gaan gebruiken op een gymleader. Ja, dat zijn nou eenmaal de regels. Anders zou het niet leuk zijn. En het is nog maar de vraag of we de gymleader ook daadwerkelijk gaan verslaan. Want het is gewoon een hele goede FIFA-speler. Dat kan je zien in zijn video's. Ook heeft Ibrahimovic nog, wat is het, 300, hadden we nog 300, volgens mij hebben we nog 300 XP over. Die we misschien na deze aflevering, de volgende aflevering, moeten gaan bewaren voor een potion. Daar moeten we nou eenmaal rekening mee gaan houden. Dit is ons team op dit moment. Weet je, de vorige aflevering wel van een heel goed team gewonnen, dat was heel lekker. Maar, ik heb er mijn twijfels bij. En nu is de grote verrassing dat we die helemaal niet hoeven te gebruiken tegen de gymleader. Want de gymleader heeft een PlayStation 4, dus gaan we daarnaar switchen. Voordat we dat doen, een blauw duimpje zou super tof zijn. Je kan ook abonneren als je dat niet hebt gedaan. Ik zeg het nu ook alvast. Maar abonneer even op de gymleader straks, na de video of tijdens de video, dat je weer terugkomt. Super goede gozer, ik kijk zijn video's al heel lang. En ik vind ze heel tof, voornamelijk Weekend League en dan alle prijzen en alles en wat dan ook. Oké, ik ga hem... Ik ga de gym binnenlopen, oftewel hem opbellen op Skype. En dan zien jullie dat over een paar seconden. Nou, inmiddels is het zover. Ik ben de gym ingelopen. Ik heb aangeklopt en werd open gedaan. Ik ging door een grote hal en daar ben ik dan. Manchester United tegen Spurs. En dat kan maar één iemand zijn. Ja, Luke. Zeker. Luke, ja, welkom. Dit is voor het eerst dat wij opnemen. Zeker, ja, voor het eerst. Ja. En Luc FC, dat is een... Ik kijk jou echt al heel lang. Echt al... Oh, echt? Ja, maar echt sinds je Weekend League video's in het begin al. Oké, ja, dat is wel heel leuk om te horen. Ja, precies. Luc is een hele, of niet een hele, maar wat kleinere YouTuber. Je hebt best veel subs al voor iemand die misschien niet heel veel mensen nog zouden kennen. Mm-hmm. Ja, nu iets van 17.000 of zo. Ja, precies, gaat super lekker. Ja. Dat gaat echt, hoe lang ben je ermee bezig? Laat ik zeggen een jaar ongeveer, maar nu echt een paar maanden dat het echt ziek snel gaat. Dat is echt heel keurig. Voornamelijk Weekend League video's. Je bent ook gewoon een hele goede FIFA-speler. Elke maand wel elite, toch? Ja, dat is wel de planning altijd. Dus ja, nou, dat is eigenlijk hetzelfde niveau als waar ik naar probeer te streven. Okay. Maar nu dus een keertje niet op Xbox, niet op Ultimate Team, maar op Head-to-Head dat wij gaan spelen. Ik neem Manchester United, want daar zit natuurlijk Ibra in. En jij hebt Tottenham Hotspurs, omdat het die team is dat... Dat ik support, ja. Precies. Precies. Nou, dat gaan we doen. Dit wordt de vierde gym die ik uitdaag. En dat is allemaal wat even spannend. Sensatie. Oké, ik moet eventjes mijn opstelling gaan veranderen. Ja, ik weet echt niet wat met head-to-head dat allemaal goed werkt. Joh. Hebben ze niet van die upgrades gekregen allemaal? Nou, de hoogste is 84. Zon is 78, niet 85 of zo. Huh? Wacht. Ik ga even kijken, of opnieuw in uitnodigen, kijken of dat aan staat met dat het hoort van aan te staan. Ja. Quad type custom, online, precies. Anders had je zelf Ronaldo nog bij je naart gezet, dan komt hij opeens. Ja. Ja, ik heb Ronaldo ook, ja. Wat dan? Zo, zulke oude updates, dat Ronaldo van Persie allemaal nog bij je. Dat wordt hem dan voor het eerst dit seizoen. Poker FIFA, gymleader uitdagen. Ja, dat heeft geen zin. Ik zeg dat normaal altijd en dan wil ik gaan zeggen. Kijk wat voor een team hij heeft. Maar dat ja. Ja, dat gaat niet zo hier. Oké, Luc. Ten eerste, heel veel succes. Leuk dat je meedoet en dat je een gymleader wilt zijn in dit seizoen van Poker FIFA. Ja, jij ook succes. Ja, mensen moeten ook eventjes allemaal een duimpje omhoog achterlaten. Weer een nieuwe gymleader. Ik heb het net ook al gezegd van tevoren. Maar na dit potje, check even Luc's kanaal uit. Hele goede Weekend League Rewards worden altijd geüpload. Ik ben er jaloers op. En let's go. Ja, succes. Ik ga ook opzettelijk heel veel praten, zodat je een beetje afgeleid bent. Ja, precies. Dat zeg ik er van tevoren alvast eventjes bij. Kan je er rekening mee houden? Ja, ik ben wel gewend dat mensen tegen me aan lullen. Harry Kane! En daar is het eerste daar doelpunt zijn we al, meteen. Harry Kane! Harry, welkom. Harry. Een beetje een rommelgoal, als ik eerlijk ben. Ja, had ik niet veel beter weg moeten werken. En ja, die kan gewoon aannemen schieten.
Zo. Dat kan gewoon. Het is ook gevaarlijk. Want ja, zoals ik net al zei, verwachtte, je bent gewoon een hele goede FIFA-speler. Ja, dat is waar. Maar op head-to-head met Spurs, dat, dat ja, weet je ook maar nooit. Dat heb ik dus ook met Manchester United. Ja, oké, okay, dat is waar. Hoop draaien. Ja, oh, oh. Waarom staat er nog niemand bij die rebound? Oh nee, waarom stap ik uit? Nee. Boom! Nee, recht op de keeper. Wat een redding. Oh nee. Ja, Ibra, kom op. Slaat dan Ibrahimovic. Ja, dit keer niet recht op de keeper. Nu zit hij er goed in inderdaad. Dat vind ik toch altijd zo wonderbaarlijk, weet je. Dan wordt er altijd zoveel kritiek op hem geleverd van dat hij dan alleen maar speelt bij Paris Saint-Germain. Ja, dus logisch dat je dan kampioen wordt en bla bla bla. En dan gaat hij inderdaad naar United en gaat het niet zo soepel, maar is hij nog wel gewoon heel erg veel van waarde. Mm-hmm. Ja, heb je het boek van hem wel eens gelezen? Nee, ik heb hem wel, maar ik heb hem nog niet gelezen. Weet je, Icardi, die had toen een boek geschreven, dat had hij uitgebracht. Ja. En daardoor was hij bijna gewoon verkocht. Oh, echt? Ja. Wow. Was niet zo goed in de smaak gevallen bij de supporters, dat boek. Kom op, Ibra. Oh. Lekker Rose. Ja, die, er was ooit een wedstrijd, ik weet niet tegen wie dat was, maar dat was wel in San Siro. Maar toen mm-hmm. hadden Guarín en hij, die hadden ruzie gekregen met de harde kern, die er altijd bij de wedstrijd is. Mm-hmm. En dat had hij in het boek had hij gezegd dat hij op dat moment zo boos was dat hij Argentijnse huurmoordenaars op de fans wilde afsturen. Zo. Nou, dat is dus iets wat je niet moet zeggen. En dan denk ik van, ja. Had ik je ook al kunnen vertellen voordat het boek uitkwam. Maar toch deed hij het. Tja, dat, ook als schrijver denk ik dan, nou, dan, misschien kunnen we dat er beter niet in zetten. Ja, weet je zeker dat je dit boek... Ik krijg zo'n bevestigingsknopje van, weet je zeker dat weet je zeker dat je huurwoordenaars op Intersport wil afsturen? Haha, fun. Oh, nee, daar is Eriksen en nee. De Gea! Ja, ja, halen weg! Oh, 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 oh. Wat een redding. Weer gaat die bal gewoon niet... Oké, okay, nu dan. Eindelijk. Oké, okay. Oh, hij komt op. Hij komt op. Oh ja, dan gaat hij niet naar mijn rechtsbeek. Oh, bro. Oh, dankjewel. Oh, ja, ja, wat de... Ik deed dat niet. Dat geloof ik. Hij ging ook gewoon recht omhoog, die bal. Okay. Ja, lekker dan. Helemaal kut. Ik zweer je, dat deed ik. Nou, een merde. Dat is Frans, voor godverdomme. Wat is dat nou? Ik precies ook. Bob, Martial. Martial. Oh, oh mijn god. Slecht ingeschoten ook weer. God, miljard. Doe schek, doe schek. Oh joh, ja, doe maar niet. Doe, doe maar lekker normaal, dat doe je al gek genoeg. Waarom zijn ze zo veel sterker dan Pogba? Oh mijn god, het is klaar, het is over. Het is 1-2 gebleven. We moeten dus nog een potje doen, dat zo werkt dat. Dan moet ik jou nog een keer uitdagen. Mm-hmm. Normaal gesproken zit er dan iets tussen. Kunnen we de stats nog bekijken, dat wel? Dat mag niet meer, oké. Okay. Ik had het wel okay. willen zien nog. Ja, dan gaan we gewoon nog een wedstrijd spelen. Ik had wel het gevoel alsof het allebei de kant op had kunnen gaan. Dat had het zeker, had ik ook het gevoel. Dit was natuurlijk een beetje een, ja, een wondergoal eigenlijk. Ja, ik snap nog steeds niet helemaal wat er gebeurde. Ik ook niet. Maar alright, we gaan nog een potje spelen. Het net was het niet. 1 tegen 2. De regels zijn natuurlijk altijd ten gunste van mij. Want ja, precies. Stel ik win nu, dan is het klaar. Het is niet best out of three of zo. Mm-hmm. En dat, ja, ik weet niet. Dat is gewoon zo. Omdat het, ja. Ja. Anders zou de serie heel lang duren. Ja, wie weet. Ik moet ook nog een keer tegen Matthijs natuurlijk. Ja, Luc Shaw, waarom ben je zo tergend langzaam? Oh, huppakee. Ibra. Ibra. Laurie! Nou. Hoe is het mogelijk, gek? Ja, gelukkig zijn dat Erik Bailly en Chris Smalling. En dan paal en een rebound. Ja, ja hoor, ja. Martial. Zo. Martial. Voelde me even Cristiano Ronaldo, die via het houtwerk de bal terugkreeg en hem daarna schoot. Maar hij ging erin. Normaal vraag je echt af van, ja, hoe kan dat dan zo? En, maar ik ga straks met de... Lu? Ja, ja. Mijn camera viel uit. Hij stond uit en hij is nu aan. Tering. Oké. Okay. Lekker kwaliteit dit. Professioneel. Ja. Hun min Son. Of Son min Hun. Nee, die rebound. Hoe mis je die jongen? Als het bij het spel. Nee, oh, niet bij... eens. Nee, maar hij is wel links. Hij is wel erg links, zeg ja, maar, als hij zo kan. Als hij zou moeten stemmen, was het groen links geweest. Maar, Anthony Martial, kom op, ja. Adam moet goed zijn. Cole Walker. Ibra, terug. Jantje. Nee, nee. Oh, jongens. 45 minuutjes, je voelt het, nee! Oh nee! De cheese! Nee! Oh, dankjewel.
is nog niet afgelopen. Het is nog niet afgelopen. Het is nog niet afgelopen. Yes! Eindelijk. Oh, twee doelpunten voorsprong. Zo. Altijd 45 minuten. Ja. Aan de ene kant kan je het altijd vertegenwoordigen met... Ja, maar omdat de 45ste minuut blessuretijd heeft... duurt het daardoor eigenlijk 4 minuten. En statistisch gezien vallen er dan net zoveel doelpunten als andere 4 minuten. Maar op FIFA kan ik me dat nooit echt goed voorstellen. Nee, ik ook niet. Als het 90ste minuut of 45ste minuut is, krijg je zo'n kans. Oeh, Son. Oh, jongens. Oh, kan nog. Oh, jee. Nee, Son heeft 5-star weak foot. Kan alles doen. Dat is een lekker doelpuntje. Dat is een heel lekker doelpuntje. Oh, wordt weggetikt hier. Wordt weggetikt. Ja hoor. Ja! Nee. Hij rolt er nog in. 3-1 dit keer. Weer twee doelpunten voorsprong. En de tijd tikt door. De tijd tikt door. Oeh, dit is goed meegenomen. Dele Alli. Ja, De Gea. Oh, De Gea. De aanvallende heeft niet echt geholpen. Ik heb meer het gevoel dat jij alleen maar meer kans krijgt. Ja, maar dat werkt ook 9 van de 10 keer niet. Het is wel zo dat inderdaad met dit soort situaties, maar uiteindelijk verloopt het dan toch nog zo slap dat ik het kan herstellen. En dit keer ben ik wel degene die zegeviert. Wederom met Jim Leader verslagen, maar wel pas in de tweede poging. En hier schoot ik zie nu een kans en ik schoot gewoon op. Ja, ik schoot gewoon op de neus van Marie. Ja. Oké, nou ja, omdat je zo goed hebt gespeeld net met Manchester United, vind ik dat jij de eerste 3 gouden spelers op de transfermarkt van Manchester United mag toevoegen. Oh, van Manchester United ook nog. Ik denk, nu komt het. Precies, ik had vorig seizoen al prijs gekregen dat ik de eerste 3 spelers die ik zag, dat ik die mocht toevoegen. De eerste 3 gouden. Mm-hmm. Maar dit is lekker, want dit zijn de eerste 3 Manchester United spelers. En het is ook wel hard nodig. Ik heb een paar potjes met mijn team gespeeld en het beviel me niet heel goed. Dus Smalling hebben we al, volgens mensen hebben we ook al. Ik ga naar de transfermarkt. Ik blijf gewoon doorpraten, zodat mensen weten dat het legit is. En dat het de eerste keer zoeken is. Premier League, Manchester United, op hoop van zegen. 3, 2, 1. Oké, er wordt gezocht. En Carrick, Bailly en Luke Shaw. Oké. Dat zijn op zich niet extreem goede spelers. Maar zijn ook zeker niet verkeerd. Vooral met Eric Bailly en Luke Shaw ben ik heel tevreden. Dat snap ik. Precies. Dat zijn gewoon hele goede spelers. Geen aanvallen helaas, maar wie weet komen we binnenkort weer een volgende simulier tegen die ons verschaft met een aanvaller. Luc, je wordt ontzettend bedankt voor het meedoen. Nogmaals, ik kan het niet genoeg blijven zeggen. Ja, nou ja, graag gedaan. Ja, en mensen, de beschrijving is te vinden onder de video en daarin staat al een link naar het kanaal van Luc. Al heel lang, al de hele video lang. Okay. Als je nog niet op hebt geklikt de afgelopen, 8, 9, 10, 11 minuten, is het tijd om dat nu te doen. Een blauwdep is super tof zijn. En later. Ja, later.